met ons te experimenteren en de springen aan de kop af te bijten. Of iets anders. Ik zal het doen. Wat? Ik zou het niet doen. Leuk dat je er bent. Wat verwacht je van de voorstelling? Ja, ik denk dat het wel leuk wordt, want er stonden allemaal plakaten met de City of Dreams. Maar ik had verwacht dat het één voorstelling zou zijn, maar zoals die is het meerdere. Ja, zijn er meer onderdelen volgens mij. Hoe bent u op deze voorstelling gekomen? Hoe bent u in aanraking gekomen daarmee? Oh, ik ken de Max al heel lang en alle drie de gezelschappen waar het uitgefuseerd is. En hoe vindt u dat alle drie de gezelschappen bij elkaar zijn gekomen tot één? Ja, vind ik heel spannend dat theater en dans bij elkaar zit. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Het wordt nu op één toneel uitgevoerd. Hoe denk je dat dat zal zijn? Ja, ik denk wel leuk. Maar het ziet er een klein gebouw uit, dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar ja, ik weet ook niet, want we hebben oranje bandjes. Sommige mensen hebben andere kleuren, dus ik denk niet dat we allemaal in dezelfde zaal zullen zitten. Wat vond u het mooiste of het indrukwekkendste van de voorstelling? De marktplaats. Dat was ook zo wervelend en dat was heel erg verwarrend ook. En ik denk dat dat ook de bedoeling was. We zagen net ook nog dat je een springkaan had gegeten. Wat vond je daarvan? Heerlijk. Waarom? Het was lekker knasperig en het smaakte naar nootje. Wat vond u van de voorstelling? Ik vond het zeer verrassend. Het komt wel eens voor dat je bij een voorstelling betrokken wordt. Mensen gaan dan vaak liever niet op de eerste rij zitten, omdat ze misschien... Nou, hier is het een en al betrokkenheid, niet alleen van één iemand, maar van het hele publiek en voortdurend. Dus op sommige momenten echt dat je denkt van dat het heel spannend, echt heel spannend is. Je tegenover een volkomen onbekend iemand zit en daar echt recht in de ogen moet kijken, hand geven, dingen moet uitwisselen. En nog steeds met andere mensen ook. Ik vond het een hele leuke, originele voorstelling die je gewoon aan het denken zet. Nou, wat vond je van de voorstelling? Ja, ik vond het echt geweldig. Ik ben van de week ook al een keer geweest met mijn school. Ik zit op de PABO. Je kan gewoon zelf meedoen en dat spreekt me echt heel erg aan. En helemaal leuk om te zien hoe dan kinderen en volwassenen weer met zo'n verschillende voorstelling omgaan. Want van de week hadden we dan kinderen die reageren zo anders op dat soort dingen. Het is heel grappig om te zien. De productie zelf, hoe is dat verlopen? Het was heel erg leuk. Het was heel erg leuk. We zijn echt met het thema ook persoonlijk aan de slag gegaan. Dat je zoveel mogelijk lichten uitdoet. Dat je zo goedkoop mogelijk eet. Of geen vlees eet. Zo weinig mogelijk brandstof gebruikt. En ook dat je de buurman in de straat gedag zegt. Ik heb bijvoorbeeld, en dat doe ik nog, dat ik iedereen die in mijn straat loopt, en ik woon echt midden in het centrum van Rotterdam-Zuid. Iedereen die in mijn straat loopt, zeg ik gedag. En dat werkt echt super, want dan zie je mensen zo lopen gewoon. En dan zeg je hallo en dan hallo.